Op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is er op deze vrijdag een persconferentie belegd waar onderwijsminister Henry Ory dan is ingegaan op het beleid voor wat betreft cultuur. Er zijn een aantal zaken volgens de minister die er breedvoerig aangepakt zal moeten worden om zaken gestroomlijnd te brengen op het directoraat cultuur. Belangrijk is dat ons cultuurbeleid wel een stevige evaluatie behoeft. Er zijn wat zorgpunten. We hebben jarenlang toch wel deze sector onderbelicht als het gaat om financiële middelen. De vraag is alleen of de overheid altijd moet betalen voor cultuurbeleid. Maar toch is het zo dat jarenlang pas heeft gevat dat de overheid faciliterend, normstellend en sturend is in dat verhaal. Je komt er niet onderuit als overheid om financiële middelen beschikbaar te stellen, zowel in de sfeer van subsidie, wat we doen, dus heel veel instellingen in ons land doen aan cultuurbeleid. Ze moeten natuurlijk ook voor het organiseren van de activiteiten terug kunnen vallen op fondsen. En dat is vaak in het buitenland, maar ook, je zou ook heel actief als overheid fondsen moeten instellen, omdat het om heel veel verschillende zaken gaat. En het betekent ook dat je de kennisinfrastructuur moet gaan neerleggen in de stad en de districten. De districten, 10 districten kennen we, hebben allemaal ook een historische waarde. Ze hebben hun bijzondere monumenten, gebouwen, maar ook standbeelden tot historische figuren die in de verschillende districten hun werk hebben gedaan, geboren zijn, onze bijzondere heroes, om het maar zo te noemen. En dat vraagt dus om een stukje ander beleid. Wat wij nu gaan doen vanuit het ministerie is gauw met het team de organisatie oppakken van een seminar over cultuurbeleid voor in de toekomst. Daar heb ik de directeur de nodige instructies al gegeven, waarbij die verschillende facetten die u net al gehoord heeft van al de afdelingen en de mensen die overgaan, bij elkaar te brengen in een soortje cultuurnota, om toch strategisch te kijken naar cultuurbeleid. Hoe betaal je dat? Maar ook allerlei producten. Ook de ontwikkeling van de ICT moeten we ter hand nemen. Op dit ogenblik is er een enorme ontwikkeling in de wereld om heel veel digitale producten van jouw cultuuruitingen ook naar voren te brengen. En daarmee kun je ontzettend veel communiceren naar het buitenland, maar ook de creatieve industrie, wat dus ook opgepakt is door de afdeling bij ons. Tegenwoordig kun je enorm veel creativiteit in combinatie met de digitale wereld, kun je enorm tot een hoeveelheid andere soorten producten komen. Deze sector heeft enorm veel verdiencapaciteit. Denk aan onze souvenirs, bijouterieten, onze kunst en houtsnijwerk. Je kan een hele lijst noemen van potentiële producten die ook verdiencapaciteit hebben. De kosten gaan voor de baten, maar we zullen ook in een stad en districten moeten kijken hoe die specialistische groepen die zich bezighouden met producten die verkoopbaar zijn, veel meer in marketingtermen helpen om Suriname neer te zetten en hun producten te slijten, niet alleen binnen Suriname, maar ook buiten Suriname. Kortom, het vragen om een stukje coördinatiebeleid. Daarnaast is ook cultuurbeleid ook zaken die te maken hebben met identiteit van ons land. We moeten niet onderschatten dat we een multiculturele samenleving zijn, waarbij we bijzondere groepen hebben in ons land die bij elkaar wonen. En iedereen neemt het voorbeeld van het land. In vrede kunnen we met elkaar. We hebben onze issues onder elkaar. Maar belangrijk is dat die afzonderlijke groepen ook eigen cultuuridentiteit hebben die we moeten bewaren. We moeten dat onderhouden, ook voor de komende generaties. En dat wordt vooral de educatieve kant van de zaak, om het conserveren van die kennis, maar ook de educatieve waarde naar die samenleving. Cultuur heeft iets gemeenschappelijks bevorderen, de natiecreatie, natievorming. En we hebben ook de opdracht van de president enorm veel in cultuureducatie te gaan doen, om ook in deze samenleving het bevorderde element te hebben. We praten makkelijk heel romantisch over eenheid en verscheidenheid, maar je moet het ook in de educatieve sfeer naar onze jongeren en de generatie die komen kunnen uiten
in het onderwijs en ook natuurlijk het overdragen van kennis, waarden en normen. Maar het heeft ook een grote mate van ontmoetingswaarde. We komen bij elkaar op elkaar feesten, op enorm veel elementen die te maken hebben met die vele uitingen die we kennen in Suriname van elkaars cultuuruitingen en het leren begrijpen de achtergronden van ons. Maar belangrijk is dat ons ministerie veel meer een bruggenbouwer gaat moeten zijn. En ik zeg het al, subsidie is een van de instrumenten. We hebben nogal heel veel vaste subsidianten op onze lijst. We gaan ook goed kijken wat ze produceren en welke nieuwe spelers ook meer kansen moeten krijgen. Maar er is ook een grote taak van het ministerie om te kijken naar fondsvorming. En dan denk ik aan de podiumkunsten, waarbij enorm veel danstheater, festivals, muziek. We hebben creatieve industrie al genoemd, vormgeving, onze architectuur, digitaal. Er is nu een verzoek vanuit CARICOM om veel meer Suriname uit te dagen om kunst en cultuur, mogelijkheden van filmproducties ook uit te wisselen in CARICOM-verband met de 14 landen. We hebben het over erfgoed in Suriname, gevoelig onderwerp, materieel, immaterieel. En we hebben plannen, projecten en programma's allemaal in voorbereiding. In de vorm van kunstontwikkeling, je hebt ook tentoonstellingen. Maar we hebben daar nog ook uitgevers en natuurlijk schrijvers die daarbij horen. We hebben de filmacademie ook, waarbij we moeten zorgen dat we heel veel cultuurhistorische filmen in allerlei thema's, subthema's moeten vastleggen. Dat betekent de filmwereld is op zich ook een hele wereld. Het is er hier en daar zichtbaar. We gaan veel meer moeten stimuleren om veel meer over Suriname vast te leggen op video's. En het filmaanbod van Suriname ook, of cineasten die er zijn, om ook dat meer te promoten. Dan hebben we de letterkunde. Een enorm vele stimulans moet gaan plaatsvinden met Surinaams literatuur. We hebben schrijvers die enorm hun moeite doen, maar ze moeten ook de conservatie moet plaatsvinden. En dan hebben we natuurlijk de cultuurparticipatie, waarbij we de toegankelijkheid van elkaars cultuuruitingen veel meer moeten gaan proberen te propageren. En natuurlijk de participatie moeten worden verhoogd. Er is kortom enorm veel werk bij ons. En u weet dat cultuurbeleid kost geld. En het is belangrijk dat het kabinet ook gericht ernaar gaat kijken. Ik moet zeggen, als ik naar de begrotingen kijk van 24, waar ik voor verantwoordelijk heb, is het een magere operatie. We hebben de salariskosten, maar daarna kan het cultuur weinig doen. En we gaan dat moeten veranderen in 2025. We zijn nu in bespreking over het komend procedures rond de begroting 25. En ik zal als minister wel sterk willen maken om wat meer extra geld beschikbaar te laten krijgen voor ons cultuurbeleid. Het gaat moeten, omdat we grotere stappen moeten maken in de conservatie van ons cultuuruitingen. Maar ook natiecreatie, waarbij we veel meer dan ooit de educatieve kant, maar ook begrip voor elkaars cultuuruitingen meer tot uiting moeten brengen in educatie, niet alleen op scholen. Maar we gaan de media als televisie, het internet moeten gaan benutten om veel meer van dit rijke land wat met cultuur naar voren te brengen. Dat zijn een aantal voornemens. Maar belangrijk is dat we heel snel met dit team in staat zullen zijn om het cultuurbeleid wat scherper op papier te stellen. Die nota moet er komen, strategische nota, als meer inkoppeld met natuurlijk het cultuurcongres, waar we dus seminar wat we snel willen organiseren om de diverse gebieden tot uiting te brengen. Ik moet ook vertellen dat onze archeologische kant ook de nodige zorg heeft. Het is een veel erg verwaarloosd hoofdstuk. We moeten gaan kijken hoe we veel meer laboratoria, de koppeling naar de Anton de Kom Universiteit moeten oppakken. We zijn nu bezig met Humaniora, dat faculteit, om te kijken hoe we het Instituut voor Geschiedenis en Cultuur kunnen oppakken. Wat een gericht instituut gaat worden binnen de directie. Om grotere studies te gaan doen rond geschiedenis en cultuur in Suriname.
We gaan daardoor dus de afdeling cultuurstudie een nieuwe snit geven, omdat we daardoor grotere programma's kunnen financieren. Ik moet u zeggen, ik kwam gisteren ook terug van Frans-Guyana. U wil het niet weten, maar in Cayenne is er bijvoorbeeld een groot museum, een bibliotheek met ongelooflijk veel cultuur, boeken, geschiedenis van Suriname, waar ik me af en toe schaam. Ik kan uren daar rondlopen. Hoeveel er is opgeslagen in Cayenne. Op een heel professionele manier onder airconditioning. Het is goed georganiseerd. We kunnen echt onze studenten, onze mensen van cultuur. Ik heb ook beloofd dat een groepje van cultuur gaat uitgenodigd worden binnenkort om naar Cayenne te gaan. Ja, het is voor jullie verrassend, maar het gaat echt gebeuren. Dat wij ook kennis nemen van wat opgeslagen is aan Surinaamse files, films en boeken. Het was indrukwekkend wat ik heb gezien. Ze hebben mij beloofd dat ze alle medewerkers, en nogmaals alle medewerkers gaan geven, de stad Cayenne aan directoraat cultuur, om inhoudelijk ook te weten wat van ons daar is. Slavernijverleden, ongelooflijk veel documenten, de stromen. En we moeten kortom, in de Guyana's denk ik dat er ook heel veel samengewerkt moet gaan worden. We hebben een gemeenschappelijke historie, we hebben een gemeenschappelijk verleden. En ik denk ook op cultuuruitingen willen ze graag dat Suriname meer participeert met Frans-Guyanese achtergronden. Ik heb kennis genomen van hoeveel jonge Surinamers nu studeren en blijven in Frans-Guyana. De Fransen willen graag de achtergronden van deze mensen weten. Ze hebben nu mij verteld, 22.000 jongeren studeren nu in het systeem van Frans-Guyana, dus in feite Frankrijk. En ze doen heel goede zaken daar en steeds meer brengen ze daar over onze cultuur, et cetera. Dus men is nieuwsgierig. Dat zijn ook varianten om de Guyana's te versterken met een stukje gezamenlijk cultuurbeleid, kunstbeleid. U weet hoeveel festivals ze ook hebben in Frans-Guyana. Ze zouden graag ook een grotere participatie van Suriname willen zien. Naar Suriname toe, maar ook omgekeerd. Kortom, er is een flinke agenda voor cultuurbeleid. En ik denk dat wij als team hier er alles moeten aan doen om veel gerichter, gestructureerder als cultuurbeleid op te pakken. En natuurlijk is daarvoor geld moet gereserveerd worden. Maar ook zullen we aan de menskracht moeten werken van onze eigen natuurlijk directies cultuur. Belangrijk is dat wij moeten proberen toch vanuit alle negativiteit en tegenwerkingen en zaken die niet goed lopen, proberen een positief verhaal van te maken. En ik weet, er heeft een stukje verwaarlozing plaatsgevonden in ons cultuurbeleid afgelopen jaren door allerlei omstandigheden. Maar wij moeten niet onderschatten dat cultuurbeleid in de breedte, die afbakening ook voor ons belangrijk is om daar kracht te putten om een meerjarig perspectief te gaan structureren. Om het cultuurbeleid en al zijn facetten die je vastlegt meer tot uiting te brengen, nationaal en internationaal. Ook heeft de minister het gehad over zijn zorgpunten wanneer het aankwam op het cultuurbeleid. Ik heb grote zorgpunten over mijn cultuurdirectie. We hebben het gehad in de kracht van het directie. Het is een verwaarloosd hoofdstuk omdat wij als politici en in zijn algemeenheid de waarde van cultuur behoorlijk hebben laten eroderen. Laat me dat even grof zetten, maar komt het op mijn rekening. De waarde van cultuur onderschatten we. En wat is het ons waard? Dat zie je terug in de financiële middelen, de waardering van onze mensen op het directoraat en ook het veld. Tessa zei het heel mooi, er is een hele verscheidenheid aan mensen, kunst, cultuur en de staat gaat wat meer geld moeten toelichten om professionaliteit. Als we kijken naar onze kunstenaar. Als het van mij afhing, zou ik zeggen, elk nieuw gebouw van de overheid die wordt gebouwd, 5% van de bouwkosten naar de kunstcultuur. Laat ze hun kunstproducten in die gebouwen brengen. In de hele wereld zie je dat. Dat al die overheidsgebouwen tegen de muur, in de kamers, de resultatenproducten van onze mensen zitten. En wij hebben geen beleid erop. Ja? Roleer desnoods schilderijen. Maar
die cultuurdragers van ons en de mensen die onder hele moeie omstandigheden producten maken, verdienen niks aan. Het is een armoede voor die mensen. En juist die mensen moeten we gaan waarderen. Door keihard meer stimulansen te creëren, door in de overheidsgebouwen alvast het goede voorbeeld te geven. Nu zie je al, het bedrijfsleven doet het al. Het verzekeren ze weten, je ziet dat ze graag schilderijen kopen en plaatsen. En dat betekent, we moeten onze mensen uit die armoede halen, omdat door ze te stimuleren meer van dit soort dingen te doen. Zorgpunten heb ik verder over die te maken met administratieve procedures. Wij hebben heel veel issues nu rond monumentenzorg. Wanneer mag je een gebouw afbreken en niet? We hebben conventies met de UNESCO die met de voeten worden getreden. Je bent lid van de UNESCO en dan heb je dus aan die internationale gemeenschap handvest met de uitgangspunten van de UNESCO. Wat zien we? Als het mensen goed uitkomt, gaat men, zegt men, wij zijn de baas in dit land, wij zijn het parlement, wij zijn dit en dat en wij lappen het aan onze laars. Ik ben het tegengekomen afgelopen 6 maanden, harde punten. Maar oké, ik zeg ook, je moet politiek eens zoeken naar een maximalisatie van zaken waarbij je zegt, we gaan luisteren. We hebben alles aangedaan, we hadden issues met het gebouw van het parlement, de vergaderzaal. We hebben een issue gehad weer met een geparkeergebouw, garage van 10 hoog, waar je van tijd tot tijd wordt teruggefloten, zeer onterecht. Maar ook daar zal de minister van Cultuur moeten proberen te kijken hoe je een middenweg vindt. Maar wij zijn lid van de UNESCO, lid van de United Nations. En iedereen weet dat wetgeving, conventies hoger staan dan de nationale wetten. En wij moeten ons gedragen. En we kunnen dit soort manier van gedragingen niet accepteren in ons land, want die internationale wereld gaat je afstraffen. Het betekent dat je een eerlijke, oprechte discussie moet hebben in ons land met politici. Waar liggen die grenzen? Ja? En onze mensen vanuit het team van cultuur raakt ook gefrustreerd. Ik moet ook mijn mensen beschermen. Ze doen vakkundig werk en daar stuiten ze tegen een aantal zaken. En ze vragen ook mij, minister, what's happening with you? Welke kant sta je? Ja? Goed, ik probeer mijn nek uit te steken. Ik leg ook mijn mensen uit. Op een gegeven moment heb je een stukje besluitvorming. De staat vindt dat ze iets moet doen op een bepaalde manier. Wat druist tegen de principes. Ik zeg ook al, dan zul je als ambtenaar, als technisch ambtenaar van het ministerie, je ergens moeten vinden. De consequenties zullen we later zien. Maar we vechten tegen dat soort zaken. Financieel management, heel veel issues. Als ik kijk naar mijn directoraat, issues op huisvestinggebied, op werkplekken van mijn mensen en instrumenteren van onze mensen. Dat zijn een aantal van die zorgpunten die we hebben. En het laatste punt is toch dat we het beleidsmatig beter moeten gaan invullen. Waar willen we met het cultuurbeleid? Welke strategieën willen we gaan ontwikkelen? Waar willen we die verdiencapaciteit gaan optillen? Kortom, we kunnen blijven klagen, maar het gaat erom, wat gaan we vanuit onze verantwoordelijkheid als deskundigen zelf doen? En daarom wil ik toch met deze directeur en dit team toch een stukje uitdaging aangaan op korte termijn. Die grote conferentie over cultuurbeleid met al zijn facetten naar voren brengen, waar we op korte termijn, middellange termijn en lange termijn acties willen hebben. En ik zeg altijd, daar zit die uitdaging. Klagen en huilen met een zakdoek gaat niet helpen. Het gaat er nu, laten we ons team wat krikken, opkrikken en zeggen, jongens, meisjes, laten we samen proberen toch een stukje beleid te gaan ontwikkelen. En altijd voor een goed plan is altijd de financiering. Maar laten we eerst kracht zetten binnen het team om te vertellen, wat gaan we doen de komende tijd? En dan ben ik ook veel krachtiger en onderbouwing kan ik aanbieden waarom ik ga vechten voor meer geld. Maar nu zit ik met wat lege blaadjes te kijken. En je kunt wel schreeuwen, je hebt meer geld, maar waarvoor wil je het geld? En dat zijn een paar dingen die we met mijn mensen moeten gaan organiseren op korte termijn om weer ons cultuurbeleid een beetje op te liften. Verder is er aan de minister gevraagd door het TBN Prime Alert als er middelen en of fondsen ter beschikking zijn voor zij die Suriname in het buitenland willen uitdragen. Antwoord is nee. Ik moet met mijn directie ontzettend veel puzzelen elke keer.
We krijgen uitnodiging om Surinamers af te vaardigen, maar ook soms krijg je bij activiteiten van Suriname discussies over hoe je betaalt wat. Want ook als je gasten hier ontvangt, zou je minimaal hotelkosten en andere dingen moeten betalen. Wij worstelen met elke creativiteit van mijn team. We hebben wat basismiddelen beschikbaar, maar het is niet veel. We moeten echt dus inderdaad kijken ook hoe ons budget verdeeld wordt. Maar wil je inderdaad cultuurdragers, inderdaad veel meer uitwisseling doen plaatsvinden, en dat is het. Cultuur is ook een stukje uitwisseling, zeker binnen de Guyana's en ook daarbuiten, krijg je dus het kostenplaatje. Tot nu toe doen we het met creativiteit, sponsoren vragen, een beetje van onze begroting, maar het is elke keer veel puzzelen. Dus het antwoord is nee, we gaan echt veel meer ruimte moeten creëren om te kijken hoe je veel meer budget kunt vrijmaken en in positie hebben dat mensen uitwisselen. Vandaar dat heel veel mogelijkheden tot festivalbezoeken, participatie, bijzonder gekoppeld is aan hele minimale bijdragers. En dat kan beter. De regio nodig je uit. We hebben uitnodiging vanuit CARICOM. Ik zei het al, ik was zelf 2 dagen in Frans-Guyana. Als je ziet hoe het regent van goede initiatieven om de Guyana's te versterken. Maar ik zie het al voor me wanneer ik werkelijk de dingen moet gaan doen. Kom je tegen beperkingen aan. Dat is absoluut iets waaraan we moeten gaan werken, vergroten van die budgetten.